Hoi, goedemorgen. Welkom bij mijn kanaal en welkom bij een nieuw filmpje over make-up, uiteraard. Als je nieuw bent, welkom. Als je terug bent, welkom. Leuk dat je er weer bent. Er is weer een nieuw product van Make-up Revolution. Dat is de Bright Light Face Glow. Ik ga even mijn bril opzetten om te kijken of ik iets op kan lezen. Ik heb de kleur Gleam Light. En hier staat ook verder niets op. Behalve de ingrediënten. Illuminator Visage. Dus dit is een... Ja, dit is een... Ik haal even het plastic eraf. Herkennen we deze? Ik heb deze nu. En ik heb er een van Elf. En ik heb er een van Charlotte Tilbury. En ik heb er een van Catrice. Geef niet, ik ben er dol op. Daar gaat het niet om. Maar we brengen er allemaal één uit tegenwoordig. En toch wilde ik deze ook proberen. Ik heb mijn skincare al gedaan en zo. En mijn primer. Dus we gaan... deze opdoen. Zo. Nou, een beetje extra. Ik vind dit soort producten het fijnste met een kwast. Gewoon meer omdat ik niet van vieze handen hou. Ik hou gewoon niet van het product op mijn handen. Ik ben ook niet van het foundation uit blenden met je handen en zo. Oké. Het geeft een klein tintje naar mijn gezicht. Dat zie ik hier in het echt. Het is een beetje gelig, geliger dan die andere. En het geeft heel veel glow. Zo. En dan valt het hele doosje eruit. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde alleen deze hebben. Het geeft heel veel glow. Ja, absoluut. We gaan dan de Skin Blur Soft Focus Skin Tint gebruiken van Make-up Revolution. Momentje. Weet je, dan ben je blij dat dit van plastic is. Die heb ik niet nodig. Ik weet dat deze op zichzelf te droog voor mij is. Maar daarom ben ik benieuwd hoe het eruit ziet met een glowy product eronder. Oh, ik heb er helemaal geen concealer op gedaan. Nou. Kijk die plek. Dan ben ik zo enthousiast en wil ik doorgaan. En wil ik weten hoe die foundation eronder werkt. En dan vergeet ik gewoon concealer. Hier heb ik een dingetje zitten. Zo. Oké, ik moet eerlijk zeggen.
Dit ziet er heel mooi glowy uit nog steeds. Kijk met een ander lichtje op het dan. Nee. Wow. Wow. Nee, het witte licht is toch het beste. Zo, iets minder fel. Het is iets minder, want ik ben niet zo wit als wat ik het zag net op de mijn telefoon. Ik film op mijn telefoon. Ja, dit ziet er mooi uit. Absoluut. Verder hadden ze ook een nieuwe kleur van de... Dit is de Revolution Pro Matte Blush Cream Wand. In de kleur Sultry Peach. Komt die bekend voor? Maar ik heb gehoord, want ik heb die van Charlotte Tilbury ook, dat deze al in productie waren voordat Charlotte Tilbury ermee uitkwam. Dus Soft and Silky Matte Cream Blush Wand. For a subtle flush of color with soft cushion applicator to apply and blend with ease. Nou, van Charlotte Tilbury heb ik de Pillow Talk variant. Even mijn mesje pakken. En dit is de Peach variant. Hallo? Ja, daar ben je. Dit is deze. Ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er heel mooi uit. Hij is helemaal nieuw. Ook deze draai je open. Oeh, plop. Zag je dat? Om... En sluit je weer, zeg maar, zo hier. Zodat er geen product uit kan lopen. Dat vind ik wel heel fijn. Ik heb een beetje product hier op mijn hand. En dan... Toch maar even met de vingers. Ja, het is heel mooi natuurlijk. En ik denk ook wel dat je hem op kan bouwen hoor. Maar het blijft een lichte natuurlijke wash. Even mijn hand schoonmaken. We kunnen even kijken wat er gebeurt als er... het product precies op de wangen gestipt is. De rest veeg ik af aan mijn hand, omdat ik niet gewoon een hele vieze spons wil krijgen. Ja, nou... Het is gewoon echt een hele lichte kleur. Ik vind het mooi. Je ziet het goed op mijn huid. Maar het is echt wel een hele lichte kleur. Dus heb je donkerdere huidskleur, dan moet je echt even zoeken naar een kleur die bij jou past. Dit is sheer, noemen wij dat. Hè? Ik ga even de rest doen en dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, het is een hele simpele look. Ik heb een gel in mijn wenkbrauw gedaan. Ik heb poeder op, bronzer en een beetje mascara. Ik ga nergens heen vandaag, dus het hoeft allemaal niet. Het is lekker natuurlijk. Het enige wat ik zo nog moet doen is even met een potloodje. Dat kan ik nu wel even doen, denk ik. Ik weet niet of het al goed droog is. Maar...
Zo vind ik het genoeg voor vandaag. En wat ze ook nieuw hadden, en dat is allemaal van de Iconic line volgens mij, is de Revolution Pro Lip Edit Kit Lèvres. Dat is dan gewoon een lip kit. En dit is de kleur Stripped. De Ultimate Lip Edit. Featuring a satin matte liquid lipstick, a dual-ended creamy lip liner with brush. And transparent smudge-proof lip sealer. Oké. Nu ik het zo zie, denk ik dat dit te roze voor mij gaat zijn. Hallo? Ja. Er zitten drie dingen in. Er zit de liquid lipstick in. Oeh, hier word ik nerveus van. Het potloodje en de sealer. Ze hebben dit soort dingen met sealen vaker uitgebracht. En toen heb ik het niet gekocht, omdat ik daar dat echt niet zag zitten. Maar ja, goed, deze dus wel. Dit is het potloodje. Hier word ik echt nerveus van, jongens. Daar gaan we. Oké, dit is een whipped formule. Net als de IRL liquid lipsticks. Moet ik dit nu laten drogen voordat ik die sealer erop doe? Of moet ik dat nu doen? Vraag ik me af. Ik zou het ook gewoon zo kunnen laten zitten. Ik kan wel even wapperen voor de zekerheid. Dan wapper ik even alleen mijn lippen droog. Kunnen jullie even kijken hoe ik mijn lippen droog wapper? Het slaat ook helemaal nergens op natuurlijk dit. Maar goed. Ja, het droogt gewoon niet verder op dan dit, denk ik. Het geeft wel af. Oké, ik heb het idee dat het een beetje de kleur wat beetje mute, zeg maar, een beetje wat afneemt, de felheid van de kleur. Het voelt nog steeds als een soort velvet op je lippen. Ik moet zeggen, hoe langer ik ernaar kijk, hoe meer ik eraan wen. Is het echt mijn kleur? Nee. Als het echt werkt en die sealer houdt die kleur echt mooi gedurende een groot deel van de dag, dan ben ik wel geneigd om te kijken naar een andere kleur. Ik weet ook niet waarom ik deze gekozen heb.
Zou het al droog zijn? Het nadeel van deze kleur is dat ik mijn eigen lipkleur er doorheen zie komen. Het is mijn varkensnuit. Soms stuur ik wel eens een foto naar Dennis zo van, kus voor jou. Wij zijn van de zuignappen zoenen. Slaat ook nergens op. Serieus? Serieus, hier een klein beetje een randje. Maar serieus? Nou, je ziet dat de glans iets minder is, hè? Die sealer komt eraf. Nou, het voelt nog steeds als een soort, alsof je velvet lippen hebt. Goh. Nou, ik ga dit de hele dag dragen en dan zien we wel. Het komt terug in de September Roundup make-up date. Nee, de make-up update. Niet de make-up date. De make-up update. Ik denk, er klopt iets niet aan wat ik zeg. De foundation moet ik zeggen. Ziet er met die glow eronder mooi uit. Ik heb hem afgepoederd. Met een matte poeder. Dus, hè. Maar er zit nog steeds wel glans op mijn gezicht hoor. Dus wat dat betreft. Ik ben benieuwd. To be continued. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Maak je me heel blij mee. En help je me ook een beetje groeien. Niet dat ik moet groeien, maar het kanaal moet groeien. Fijne dag verder. Doei!